Moet ik even een andere... Moet ik een vissersjasje aandoen? U gaat als visser helemaal? Ja. Oh. Ja. Oh. Oh. Moet ik iets doen? Tenminste, het lijkt wel een beetje op een goudvis eigenlijk, ja. Nou. Zo. Nou, dat wordt nog een pittige verkleding. Is dat een vissersjasje? Dat is toch geen vissersjasje? Zo? Nee. Een vissersjasje. Zo. Zo. Als ik voor een aquarium zit, dan hoor ik altijd dit geluid. Boep, boep, ditem, detem, wortem, tsu. Boep, boep, ditem, detem, wortem, tsu. He? Wel voorzichtig met je buurman, hè? Psu. Ja, ja. Nou goed, Ik heb dat nooit gehoord, maar... Nee, nee. Tjoep, tjoep, bitem, bottem. Nee, nee. Boep, 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 boep. Ditem. Boep, tjoep. Nee, boep. Boep, nee, boep. Boep. Boep, tjoep. Dat is ook geen talenknobbel, jij, hè? Nee, maar, ja, welke taal is dat? Boep, tjoep, bitem, bottem, joep. Dat is visjeslatijn. Visjeslatijn, ja, natuurlijk. Ja, ja. Moet maar nou, dan gaan we maar beginnen, hè? Ja, ja, ga. Drie kleine visjes wilden wandelen gaan, maar ze hadden moeder zeker niet verstaan. Want die had tegen hun gezegd dat een snoek graag met kleine visjes vecht. Maar de visjes waren eigenwijs. Ze maakten evengoed een grote reis. Ze smoesden, zeg, blijf bij elkaar. Dan kennen we geen gevaar. Komt-ie. Horen ze mij even goed nog? Ja, ze horen. Ja, we horen het toch, hè? Ja, 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 ja. Nee, dus, die letten wel op. Die willen geen woord mis, hoor. Oh. Verder gaan we. Maar meneer, komt nou boep, joep. Ja, dat komt. Dat komt. Daar zitten we op te wachten. Ja, ja. Boep, boep. Maar die had ook nog een naam. Floep, flap en flip. Mooi. Ik ga het even opschrijven zo meteen, hoor. Want dat gaat mij iets te ver allemaal. Boep, joep, flip, flap, floep. Waar gaat het over? Floepie was voorop gegaan. Floepie. Flip en flap erachteraan. Zo zwommen ze urenlang en waren helemaal niet bang. Boep, 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 dit en dat en wat en tjoe. Boep, boep, dit en dat en wat en tjoe. Boep, boep, dit en dat en wat en tjoe. En ze zwommen, zwommen, zwommen zich moe. Geweldig. Ja? Hey. Er komt nog meer, er komt nog meer. Er komt nog meer, er komt nog meer. Daar zag... goed afloop, ik deed de cadeau. Nee, 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 nee. Daar zagen zij een paardenkop. Het beest dronk het zoete water op. Ze beten het paard in zijn tong. En hij maakte een grote sprong. Wat is er? Wat is er? Ach, oh, ach jee. Help! Wat is er nou? Dat is een paard. Tuurlijk. Bellen ze nog wel eens uit het klooster van kom nog eens langs? Nee, zeker. Niemand meer, hè? Niemand meer? Nee, ze weten dit niet. Ze weten niet eens dat ik dit doe. Nee. Want ze zitten op dit moment in bed, dus... Zitten ze nu in bed? Ja, om 8:30 gaan ze altijd naar bed. Om 8:30? Ja. Zit het hele stel nu in bed? Ja. Maar wel met... Ja. Nee. Daar hebben ze geen tv. Ze hebben geen tv. Ach, geen tv. Niet eens. Wel vee, maar geen tv. Wel vee, maar geen... Ja, wel vee, maar geen tv. Ze zagen ook een heel stel eendjes. Ze kietelden de eendjes tussen hun teentjes. De eendjes doken naar de vis. Maar ze halten telkens mis. Tjoep. Boep, boep, dit en dat en wat en tjoep. Boep, boep, dit en dat en wat en tjoep. Boep, boep, dit en dat en wat en tjoep. En ze zwommen, zwommen, zwommen zich. Is er wat opgevallen? Het is al lang niet uit, toch? Nee, dat... Nee, er komt nog veel meer. Ik wil eigenlijk tot het gaatje gaan. Nou,
Nou, laten we het wel een beetje. Ja? Die, nou, nog één. Paters kijken niet. Nog niet even denken van nou. Nou, nog één dier, want er staan er nog meer op natuurlijk. Oh. Ik zeg maar zo. Wat er verder gebeurt met de visjes. Hè, ja. Met boem, dat boem. Staat aan de andere kant van het plaatje. Oh. Het is eigenlijk een singeltje. Het is jammer dat het niet meer verkocht wordt. Is dit een singeltje? Oh, het is een singeltje, ik ja. Ik dacht dat het een LP was. Dit nee, een die... Het gaat veel op, zo'n singeltje. En nou hoop ik maar dat die platenmaatschappij, in dit geval BOVEMA... Ja. Dat die van dat singeltje weer een cd'tje maakt. Nou, dat denk ik niet. Dan, nee. Ik denk niet dat dat... Kijk, weer of geen weer, altijd drie visjes weer. Jawel. Nou, goed. Nou, nog goed. Eentje. Even nog eentje. Ze kwamen ook in een diepe vaart en daarin hing een koeienstaart. Ze beten de koe in haar staart en zij bakte van schrik een plaat in de wei. Begrijp je dat? Ja, die hadden we in de eerste uitzending ook. Hebben erg veel commentaar op gehad. Dat hoor je altijd in een koeienstal. De koeien vlaaien, ja. Ja. Nou, nu ik toch aan het klappen ben, ja, nou, kan ik het hierbij laten. Was, Ik vind dat we heel veel wijzer zijn geworden van het hele klooster met je. We weten er nou toch veel meer van hè, dat ze een strooie hoedje dragen allemaal daar. Ja. We wisten het allemaal niet. Nee, en nou zijn we er toch allemaal achter gekomen. Het is een kapje, hè? Wim, hartelijk dank voor je hulp. Ik zeg gewoon...